Goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ons spannende Veronica-programma Op Jacht naar de Schat. En vanavond zijn we, zoals u hier op de kaart achter mij ziet, in Duitsland. Hoe gaat het vanavond weer in zijn werk? In de studio bevinden zich twee kandidaten die maximaal 3 kwartier de gelegenheid krijgen om 3 schatten op te sporen. En als ze dat lukt, krijgen ze 10.000 gulden netto met z'n tweeën. Dat is dus 5.000 gulden maximaal per persoon netto. Zij krijgen om te beginnen een boodschap op, een omschrijving, die zal ik zo meteen een paar keer voorlezen. En daarin staan de nodige aanwijzingen over de plaatsen waar die schatten eventueel zouden kunnen liggen. Verder hebben ze literatuur voor zich over het gebied waar we vanavond zijn. En ten derde, dat is het belangrijkste, bevindt zich in de buurt van de schatten een helikopter met onze verslaggever Jan de Vries. En Jan zal instructies uitvoeren die de kandidaten hem geven. Van belang is nog even dat zowel Jan de Vries als ik niet weten waar die schatten zich bevinden. Wat dat betreft zijn we eigenlijk een soort extra kandidaten. En verder is het zo dat hier in de studio alleen maar een geluidsverbinding bestaat met Jan. Terwijl u thuis ook kunt zien wat Jan op dit moment en zo meteen doet. Ik zei u al, we zijn vandaag in Duitsland. En dat staat hier aangegeven op deze kaart. Dat is ongeveer een gebied van 20 bij 15 kilometer. Met in het noorden Koblenz en in het zuiden Mainz, om u even aan te geven waar we ongeveer zijn in Duitsland. De Rijn stroomt er doorheen en dan hebben we hier het bekende plaatsje Lorelei, dat u natuurlijk allemaal kent van het sprookje. Dan hebben we Saint-Guer en plaatsen als Karbach, Weiler en Weyer. Ik noem er zomaar een paar, want we weten natuurlijk niet precies waar het vanavond allemaal zal gebeuren. En dat stel ik u nu graag voor aan onze kandidaten van vanavond. En onze kandidaten vanavond, dat zijn Wilmar te Winkel uit Amstelveen en Rien Hagen uit Rijnsaterwoude. Wilmar, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik werk in een restaurant met heel veel plezier en veel hobby's. En wat voor soort restaurant is dat? Het is een restaurant specifiek gericht op de lunch. En heb je nog speciale gerechten? En ontbijt. Speciale gerechten. We proberen onze gerechten over de hele wereld zo'n beetje bij elkaar te krijgen. Chinees, Japans, Italiaans. Zo van alles wat. Noem eens wat. Oh god. Veel te veel. Ik ben veel te nerveus. Nou, noem maar een gerechtje even. Het recept of het... Of zo'n beetje wat erin zit. Japanse salade bijvoorbeeld. Licht gestoomde ijsbergsla met peultjes en stukjes kipfilet die gebakken zijn in notenolie. En het alles wordt overgoten met een teriyaki saus. Oh, dat klinkt heerlijk. En doe je er nog wat naast het restaurant? Ik vlieg standby. Ik ben standby stewardess. Stewardess. En Rien uit Rijnsaterwoude, waar ligt dat precies in Nederland? Dat ligt tussen Alphen aan de Rijn en Leemuiden. Ja. Aan de Brasemermeer. Een heel prettig wonen daar. En wat doe jij? Ik ben assistent inkoper bij een bankbedrijf in Amsterdam. En wat koop je in? Alles wat we nodig hebben. En dat is? Nou, typemachines, papier, pennen, potloden, nietjes. Veel van dat soort dingen. Ja. En doe je nog wat naast je? Ja, ik ben een fervent watersporter. Dan stel ik u nog even voor aan iemand die hier ook in de studio is. Dat is Jeannette Jonker, hier links. En Jeannette, die weet alles van dit programma af. Die weet precies waar de schatten liggen. Die kan daar alle informatie over verstrekken. En zodra er een schat gevonden is, wordt de tijd stopgezet. En dan gaat Jeannette ons vertellen of we dat allemaal goed of slecht hebben gedaan. Tevens geeft ze wat informatie over de culturele en historische achtergronden van de plaats waar we dan zijn. En dan is het nu tijd om contact te zoeken met Jan de Vries, ergens in Duitsland. Jan, kan je mij horen? Ja, goeiedag Tom. Dag Wilmar, dag Rien. Ik sta hier aan de kant van de Rijn, op de oever, zo gezegd. Op een beetje een uiterwaard vlak voor de kade. Ik sta hier op zo'n pak 40 kilometer van Koblenz. Ten zuiden, op de linker oever van de Rijn. En links is dan altijd stroomafwaarts gemeten, hè? Kan je een plaats noemen waar je in de buurt staat? Ja, in de buurt van plaatsen zoals Saint-Guer, Zumgarten om precies te zijn, op de linkerkant van de Rijnoever. En zit je ten noorden van Saint-Guer of zit je ten zuiden daarvan? Ten zuiden van Saint-Guer. Saint-Guer ligt voor mij aan die kant. En dat is de helikopter die over komt vliegen. En die ons zometeen naar allerlei prachtige plaatsen gaat brengen. Ondertussen kan ik nog eventjes vertellen dat wij hier staan. Aan de overkant van de Lorelei. Lorelei die zo heet omdat hier vroeger een schone jonkvrouw op de rots zou hebben gezeten. En die met haar schoonheid de schippers die hier langskwamen in verleiding bracht en die dan op de rotsen te pletter stortten. Nou, dat is verleden tijd. Vandaag gaan wij dus eventjes over de schatten
die wij moeten gaan zoeken. Het woord is aan jullie, aan Tom, Wilmaris en aan Wien. Ja, ik zal je eerst eventjes neerzetten op de kaart met je helikopter. Als ik goed begrijp sta je dus ongeveer hier, Jan de Vries. En dan wordt het nu bijna tijd om het programma te beginnen. Jeannette, geef jij graag even de eerste envelop met de eerste opdracht. Jan, staat jouw stopwatch klaar? Ja, Tom, wij zijn er klaar voor. Dan gaan we bijna de tijd starten. Attentie, start. Stop, geregeld. Goed, dat gaan we dus eventjes snel openmaken en voorlezen. Hier is er één voor jou. En hier één voor jou. Dat is dus de eerste schat. En die gaat om een bedrag van 2000 gulden wanneer die wordt gewonnen. In de verschrikkelijke en natte kerker waarin ik werd neergelaten omdat ik geen tol wilde betalen, zult u mijn goud vinden. Ondertekend een schipper. Ik herhaal dat nog even. In de verschrikkelijke en natte kerker waarin ik werd neergelaten omdat ik geen tol wilde betalen, zult u mijn goud vinden. Ondertekend een schipper. Nou, wat zouden we daarmee aan kunnen? Aardig, lijkt mij. Nou, een aantal woorden eruit vinden. Natte kerker, moet in de buurt van water zijn. Kerker bevinden zich eigenlijk uitsluitend in sloten, kastelen. Tol wilde betalen. Moeten we iets vinden over waar vroeger tolplaatsen zich bevonden? En zult u mijn goud vinden? Het lijkt me dat dat voorlopig het voldoende is. Wacht even. In de verschrikkelijke en natte kerker waarin ik werd neergelaten. Dus dat zal iets zijn onder de grond, lijkt me dan. Ja. Omdat hij geen tol wilde betalen. Jan, denk je dat er een aanknopingspunt is waar ik hiermee uit de voeten kan? Ja, ja. Jan, ik zou er maar in gaan klimmen. Ja. Waarin? In het helikopter. In het helikopter? In het helikopter. Ja. En ga maar eens even naar boven toe. En ik denk dat het verstandig is om bij het kasteel even te gaan kijken. Het kasteel? Ja. Welk kasteel is dat? Lorelei. Het kasteel de Lorelei. Dat is aan de overkant van aan de overkant van het water, ja. Jawel. Oké, okay, daar gaan wij heen. Uitstekend. Ja. Loopt. Jongen, jongen. Dat is Bas. Nou, we moeten maar eens even kijken of er iets is met een kerker en een neergelaten persoon. Ja, maar dat is de ruwe niet. Tijd is gestart. Het is nu 42 minuten en 51 seconden te gaan. Even kijken, waar zit hij? Nou. Oké, okay, wij vliegen nu over de Rijn naar de overkant. Ja. Recht voor mij zie ik een gigantische rots oprijzen. Dat is de Lorelei rots. Ja. En daar gaan wij nu bovenop kijken. Kijk eens, we zullen waarschijnlijk toch die plaatsjes even her en der moeten nagaan of daar een verhaal bij is. Ik heb net Oberwesel opgezocht. Daar vind ik niks. Ja. Dan hebben we daar. Zie je geen index in? Lange Scheid. Lange Scheid zie ik überhaupt niet staan. Dan hebben we daar. Rien en Wilma, wil je dat ik hier ga landen? Kun je even blijven hangen? Ja. Want we hebben... Ja, ik ben het er voorlopig nog mee eens. Maar ik zit me als een gek te zoeken naar het kasteel van Zengor. Maar je hebt ook het kasteel van Oberwesel. En daar bij de Lorelei. De ligt daar boven. Ja, ik wil een stuk daar boven. Maar vinden we nou maar iets? Bezienswaardigheden. Hierin? Ja, bladzijde 2. Dus 223. Zengor, Lorelei, in de Rijn, in vlammen. Lieve Vrouwenkerk, zou dat zijn? Of 232, sorry. 232, eentje verder, dat is dat landstoel. Wil maar een hier, wij cirkelen nu een beetje in de buurt van die rots van de Lorelei en boven de Rijn rond. Ja, zie jij een kasteel, Jan? Een kasteel? Of een burcht? Ja, ik zie wel een kasteel recht vooruit. Het is boven het stadje. Even kijken hoor. Sint-Goarhausen. Ja? Ja, daar iets boven ligt een wat eruit ziet als een oud slot. En dat heet waarschijnlijk Kamp Bornhoven. Dat kan ik even daar niet zien, maar dat zou mogelijk zijn, ja. Dat is wat namelijk op deze kaart, dat is het eerste kasteel wat ik zie boven Sint-Goarhausen. Maar ja, nogmaals, ik weet niet of we daar moeten zijn, maar...
40 minuten en 34 seconden. Als je denkt aan een kerker, denk ik toch aan een burcht of een kasteel waar zoiets in zou moeten zijn. Maar er zijn er nogal wat natuurlijk. Dat betekent een schipper in de verschrikkelijke en natte kerker waarin ik werd neergelegd. We hebben vandaag een hele leuke piloot bij ons, Quinten. Die is eventjes zien. En die gooit ons hierheen in een soort halve looping. Oh ja. Ik kan er niet op. Moeten we een kerker hebben in het water? Ja, het gaat prima hier, maar wat willen jullie nu dat wij gaan doen? Luister, naar het kasteel toe? Het liefste heb ik dat je onmiddellijk daar naar die natte kerker toe gaat. Ja. Ja. Dat kan ik me voorstellen, maar er zijn wellicht meerdere natte kerkers en ik zou eigenlijk niet eens weten waar het überhaupt eentje is. Dus je zou me toch iets meer aanwijzing moeten geven. Ja. Ja, de bedoeling is dus Jan om een stuk goud te vinden. Ja. Een stuk goud. Maar waar? Waarin ik werd neergelaten omdat ik geen tol wil betalen, zult u mijn goud vinden. Weet je wat, ga maar inderdaad naar dat kasteel toe en zet hem daar maar even neer. En laten we dan maar even iets gaan vragen, want op zijn minst. Want dit kunnen natuurlijk een heleboel kastelen zijn. Ja, oké. Okay. Laten we eerst maar eens even iets gaan vragen. We proberen al die elementen even van die boodschap na te gaan. Hè? Dus we zien schipper, tol, goud, kerker. Dan moet er natuurlijk ergens een verhaaltje zitten. Hé, hey, er ligt daar ook een... Nou, dat is in het water. Dat is in het water. Nee, stop. Stop, Jan. We komen nu wat dichter bij het slot. Ja, dat Jan. Knap. Maar kijk. Ik heb de indruk dat, kijk, hier zeer moeilijk landen is. Het slot is aangebouwd tegen de berg. Hier hebben we een plek te vinden die er wat verder van af ligt, maar daar kun je tijd dit kleine wenstandje heeft een historische vang. We kunnen daar nu rechtboven om te kijken of we een landingsplaats kunnen vinden. Ja, Jan. Maar die zit er... Nou, die zit hier... Kunnen ze hier landen? Ja, ik zie ineens... Kan hij hier landen? Nee, hij kan hier niet landen, hoor. Prima. Of natuurlijk helemaal niet prima. Als je naar beneden gaat... Naar... Hier. Een kasteelachtig gebouw bij mijn vroegere Rijntol. Juist, die moeten we hebben. Maar ja, dat zullen ze ook wel op andere plekken gedaan hebben. Ja, maar voorlopig, die lijkt me heel nat. Wat bedoel je? Ja, als je beneden langs de Lorelei de Rijn afzakt... Dan ligt daar een klein eilandje in de Rijn. Ja? En daar is een kasteel op. En dat zou Kaup moeten heten. Hoe heet dat? Kaup. Kaup? Ja, K-A-U-B. Dat is ten zuiden? Dat moet ten zuiden zijn. Jan, dat is okay. Stroomopwaarts. Stroomopwaarts, dat gaan wij nu doen. Oké. Okay. Naar Kaup. Nou, dan de Rijnhaken hier beneden ons. Ja. Zeker. Ja, doe het maar snel. Nee, dat eilandje dat heet Kaup? Ja. Nou, de plaats heet Kaup. En daar ligt een eilandje voor. Plaats heeft Kaup, ja dat heb ik. En er ligt een eilandje voor. Dat wordt geknipt. Moet ik maar redden. En het strand. En van het strandbad op dit eiland. Overige bezienswaardigheden zijn... Zeer interessant, hoger van de oudste. Tijd. Jongens, dit is dus 37 minuten en 20 seconden. We zijn al 8 minuten weg. Laten we gewoon eens een keer wat plaatsen die daar nou liggen. Langescheid, Deurscheid, Oberwezel. Daar moet ergens iets... Het is op de hoogte van Oberwezel. Over deze tol. Daar moet die liggen. En zo zijn. Het Rijndal. Autogids voor Duitsland. Laat ik dat eens even bekijken. Oberwezel Kaup wordt hier genoemd. Deurscheid. Ben je al in de buurt van Kaup, Jan? Nee, dat zal nog een minuutje op 3 à 4 uur, denk ik. We gaan met een noodvaart wel die kant op. Het is ietsje opgeklaard. We begonnen net, was het erg regenachtig. Ja, hij moet... Het is gelukkig droog. Kun je niet sneller dan? Hoe groot is dat eilandje? Ik zie hier een eilandje beneden mij. Het is niet eigenlijk nauwelijks naam, maar het is een eilandje, niet waar? Staat daar een kasteel op? Een kasteel op dit eilandje? Nee, er staat niet geen kasteel op het eilandje. Het zijn niks wat... Ja, het zou bijna een drijvend eilandje kunnen zijn. Wat zand, 2 boompjes en houd het op. Ja. En ligt dat tegenover de stad Oberwezel? De peersborden zijn vandaag deze hoogte erg moeilijk te lezen. Ja, maar je hebt toch een kaart bij? Je ziet het verte, zie ik wel een soort eilandje. Daar staat iets wit op. Ja. We proberen die kant op te gaan. Dat zou het moeten zijn. Dat eilandje Kaup heet in het Latijns Cuba. Maar dat zal niet hetzelfde zijn. Hoe heet dat eilandje, Wilmar? In het Latijn zit het Cuba. Ah. Ja, het staat hier. Op de kade van Kaup staat een standbeeld van oude krijgsmannen. Dat is ook niet die schipper die we zoeken, hè? Een schipper waarin ik werd neergelaten omdat ik geen tol wilde betalen. Nou, dat zal toch bij dat tolhuis zijn van
Ja, waar stond dat hier? Tol, dat was hier, hè? Bij dat eilandje van dat waar hadden. Men vroeger Rijntol hief. Kaup, die burcht die heet Gutenfels. En die... Die burcht die heet Gutenfels, dus ik denk dat hij daar naartoe moet gaan. Kijk, wat voor boeken nog meer hebben we over de gebieden in Duitse woorden. Een beetje over Oberen Wesel. Ja? Ja. Hebben jullie dat op de kaart? Ja, op die... Ja. Daar vliegen wij nu overheen en in de verte... Ja, ik geloof dat ik een eilandje zie in de verte met een soort wit torentje erop. Ja, ja, klopt. En dat ligt in het midden van de rivier. Ja. En wordt gevolgd door nog een eilandje, daar wat langgerekt achterliggend, maar er is hier geloof ik nog niks op gedaan. Nee, een klein eilandje, het is niet zo gek groot, het schat een 50 meter doorsnede. En daar staat een wit huisje. Ja, dat klopt. Nou, ga daar maar naar beneden. Kan dat? Ga daar maar naar beneden. Nou, dat zullen we eens eventjes vragen natuurlijk. Het is hier voornamelijk nat beneden ons. Je kunt er zwemmen. Kan ze daar maar landen? Ja? Nou, ik heb hier ook even koud liggen hoor. Maar hij knikt erbij, Gunther. En die gaat ons daar neerzetten. Nee, dit is lastig. We moeten toch iets meer in die tekst vinden, hè? In de verschrikkelijke en natte kerker waarin ik werd neergelaten, omdat ik geen tol wilde betalen, zult u mijn geld vinden. Dus we moeten de allereerste keer naar de kelder. Ja, maar de kerker. Nou, er zal wel een verhaal zijn van iemand die daar een keer werd neergelaten. Ja, dat moeten we vragen aan een... Dat kan natuurlijk ook. Aan dat we even daar. Vragen iemand daar. Kijk, daar kan hij gaan vragen of er goud in de kerker ligt. Als we proberen hier te landen, het is een heel klein eilandje. En het wordt al half gegeven overspoeld door het water. Het enige wat er eigenlijk uitstekend is het huisje, het kasteeltje. Kasteeltje. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat boven het water uitsteekt. Heb jij, Jan... We vliegen nu omheen om een landingsplaats te zoeken. Ja. Jan, heb jij een idee of daar mensen zijn? Aan wie je iets kan vragen? Zie je daar mensen die bijvoorbeeld tot het kasteel horen? Ja, daar loopt iemand hier op de grond voor het kasteel rond. Dit is het kasteeltje. Vraag hem eens of hij een verhaal weet van iemand die in een natte kerker is neergelaten. Ja, omdat hij geen tol wilde betalen. In een natte cellar. Misschien weet hij dat, misschien is dat kasteel, misschien is dat een kasteel in de buurt. Maar ergens moet er dus zo'n verhaal daar in die streek spelen. Ja, ik begrijp. Dat gaan we proberen. Ook zien nu inmiddels meer mensen die door de, zeg maar, transen, de toren, naar buiten kijken. Er zijn dus wel degelijk mensen in het kasteel. Oh, geweldig. Nou, er zal ook wel een of andere reisgids of zo zijn. Maar we gaan ons best doen. Jan, er zal ook wel een of andere reisgids of zo zijn, dus dan moet je daar even naartoe. Iemand die de zaak rondleidt. Ja, dit is volgens mij... Ja, we gaan vlak tegen het kasteelmuurtje aanlanden. Ja. Waar ze die rood opladen, zo meteen de muur raakt. Zo dicht staan we er tegenaan. Maar het is hem gelukt, we zijn geland op het eiland. Ja. We gaan nu op zoek naar mensen die ons niet meer kunnen vertellen. Ja. Kijk eens, hier is Jan dus nu. Op het eilandje Diepvals, bij Kaup en Boerig Gutenfels. Ja, Boerig Gutenfels. Ja. Even luisteren naar Jan. We zoeken een zeer diepe en onschrikkelijke nasse kerker. Kerker? Ja, gibt das hier. Kerker gibt es hier nicht, nee. Tut mir leid. Kein Kerker? Nee, wie tief soll er denn sein? Keine blasse Ahnung. Hoe diep moet die kerker zijn, denken jullie? Dat weet ik niet, maar je moet vragen of men daar dus een verhaal kent van iemand die een kerker ingelaten werd omdat hij geen tol wilde betalen. Weiß ich nicht. Was drin sein soll? Ja. Was denn? Gold. Gold? Gold soll drin sein. Nee, dat brauchen Sie nicht zu suchen. Oké, okay, ik ga het even verder proberen. Ja, dan gaan ze maar weiter. Ja. Oh. Nog 31 minuten en 46 seconden. Dat gaat dus heel erg fout. Oh. Dus we zijn al een hele tijd weg. Goeden. We gaan nu het kasteeltje in. Door een heel klein poortje komen we op de binnenplaats. Ja. Probeer iemand te pakken te krijgen van het kasteel zelf, hè? Gibt es hier een kerker? Ja, gibt es. Hoe is het? Wie komt dat dan? Ja? Wo ist die Kerker dann? Hier vorne geht es hoch, glaube ich. Hier? Ja, schnell! Ja, wir haben Heile, ja. Ja, we lopen nu een heel smal trappetje op van een toren. Ja. We lopen achter de meneer aan die ons de weg zal wijzen naar de kerker. Ja, maar prima. Vraag even wat hij weet van dat verhaal, Jan de Vries. Het verhaal waarbij iemand in die kerker werd neergelaten. Ja? Ik hoop, is je Duits goed genoeg daarvoor? Ja hoor, Jan. En anders doe ik maar met je handen en voeten. We gaan verder langs een heel klein trapje. Ook verder naar boven toe. Kijk, dit is het ook, hè? Donker.
Die Vals bij Kaupen, hinter der Burggutenfels. Maar misschien moeten we hier natuurlijk. Ja, die Burggutenfels. Jan, wat voor persoon loop je nou naast? We zoeken een kerker, ja? Ja, de kerker zijn er. Ja, oh. Ja? Dat horen ze maar, ja? Jan de Vries. Hoe is dat? Ja, we lopen nu met de meneer mee, die kennelijk weet waar de kerker is. Maar kan je hem vragen wat voor verhaal dat zou kunnen zijn? Iemand die in de natte kerker werd neergelaten omdat hij geen tol wilde betalen. Wacht even. Ik heb hier een soort, kerker, torenkamer, touwen. En wat moet daarin liggen? Goud. Nou, de schat is goud. Er zit hier een rooster, dat is gesloten. Daar kan ik niet bij. We zoeken een alternatieve onder Nassen. Schrecklijke kerken. En het zal goed zijn. Dat weet ik niet. Boer, dat kan het ook nog. Boer, goed in het veld zijn. Ja, moeten we een schlüssel holen, dan kunnen we daar gewoon naar gehen. Een schlüssel? Nou, voor de schlüssel op te maken, daar had de hausmeister. Mhm. Ja, wat is het? Der is met dem Schiff, der moet aber gleich kommen. Ja? Jan de Vries. Gibt's keine andere Weg? Nee. Nein, nein. Jan de Vries. Ja, Tom? Kan jij vragen of in die kerker daar iemand is neergelaten in het verleden die geen tol wilde betalen? Kan je dat vragen aan die meneer? Kennen ze een... Het is een geschiedenis uit het verleden. Ja, een geschichte. Over een her die geen tol betalen wilde. Daar komt de hausmeister. Ja? Daar is de meneer die er mee vanaf weet. Ja, wat vertelt hij daarover? Er komt de sleutel. De meneer met de sleutel. Die heeft u een sleutel van een of ander... Rooster, dat gaat u nu openmaken? Ja. Wat wist u gezien van die geschichte met dem Gold? Ja, het zal de schat des Grafen zijn, die hier dem Schiffen dat Zoll abgenommen hat. Ja? Jawohl. Dat is hier? Ja? Der Schatz von Juden. Ja, maar dan moeten we dat openmaken, ja? Nou, dat ziet er... Wat jetzt? Jan, wat vertelt hij ongeveer? Is daar een geschiedenis zelfs daar? Het is ja. Het is heel geweest. Juden müsste nämlich der Schatz liegen. Ja? En wie maken we dat, ja? Heeft hier een touw? Ja? Ik moet nu op het touw gaan staan. En dan zal hij me naar beneden laten zakken in de put. Het ziet er nou uit dat het dus inderdaad ook nog wat kasteel is waar die kerk geweest is. Ja, moet ik op gaan zitten. Ik ga nu op een heel eng plankje zitten. Geef aan een touw. Ja. Naar beneden. Ja. In de put. Om het goud te halen. Ja. Toi, Jan. Heel donker. Gewoon met je een heel smal gaatje. 27 minuten 55 seconden, Jan. Ja, voorzicht maar, hè. Voorzicht. En met losse handen. Het is een meter of 30 diepe schacht. Waar ze me nu in neerlaten. En ik zie hier wat beenderen op de grond liggen. Wat zie je liggen? Beenderen. Een schedel, twee schedels. Nee. Ja, dat is heel erg interessant. Potten. Dat is die... Wat niet. Dat is die schipper natuurlijk. Zie je er goud liggen? Kan je... Ik zie nog geen goud liggen. Oh, no. Ja, ik heb een buis. Stop de tijd. Ik heb hem. Ja, ik heb een buis. Met goud erin. Ja. Stop de tijd. We hebben hem. Geweldig, Jan. Is het veel? Ja, ja. Zo, Jan, is het veel? Hé? Oh. Laat die quiz maar zitten. We nemen het goud. Ze halen me nu in. Je moet er wat voor doen. Al prachtig is dit. Jan, dankjewel. Okay, we gaan nu even aan Jeanette vragen wat Jan, er allemaal gebeurd is. Jan, dit was fantastisch. Nou, ik vind wel dat jullie een beetje tijd verloren hebben hoor, om dat eiland te komen, want Kaup, Oberwesel, het staat duidelijk aangegeven. Waar? Daar, op de kaart zelfs. Jawel, maar er zijn zoveel kastelen dat het lastig is om de goede te vinden. Ja, maar toen jullie door hadden dat het inderdaad om een kasteel midden in het water het stond, hè? Maar goed, en ik vind ook dat jullie veel tijd hebben verloren om in het kasteel te vragen naar de geschiedenis. Hij had onmiddellijk de kelder in moeten zakken en daar had hij zijn zak goud gevonden. Maar goed, ik geloof dat Jan op een goed moment zei dat het water begon te stijgen en een van de aardigheden, voor zover men dat een aardigheid kan noemen, van de kerker is, dat de vloer daarvan opgehaald kon worden bij slecht weer of hoge waterstand. Maar dat neemt niet weg dat de schipper die hier aan het droevig einde is gekomen, hier geen aardige uren heeft doorgebracht. Het tolhuis dus, dit is een 1326 gebouwd door Lodewijk van Beieren. Het heet de Pfalz, het eilandje heet Pfalz Gravenstein. En verder is het bekend geworden omdat de Pruisische maarschalk Blücher hier in de oudejaarsnacht van 1813 op 1814 dit eilandje heeft gebruikt door een schipbrug te laten slaan naar de overkant van de Rijn, zodat hij op tijd met zijn troepen in Waterloo kon komen om daar samen met Wellington Napoleon terug te drijven.
Dat is ongeveer alles wat hier over te zeggen is. En in Kaup zelf kunt u zijn standbeeld en het Blücher Museum zien. Ik geloof, om niet meer tijd te verliezen, dat het hoog tijd wordt om over te gaan naar de tweede opdracht. Dankjewel, dan gaan we nu over naar de tweede opdracht. Misschien mag ik vast de envelop van je hebben, dankjewel. Jan? Eén moment, dan gaan wij ons ook klaarmaken. Waar ben jij nu, Jan? Ik heb het goud weer in het buideltje gedaan. Ja. En waar ben je nu, Jan? Wij zijn klaar. Ik heb de stopwatch gereed. Wat mij betreft kun je het seintje geven, Tom. Goed, dan wordt nu de tijd gestart. Attentie, start. Oké, start. Over dat ding. Ga maar vast in je envelop zitten, in je helikopter zitten, want we hebben nu een ontzettende tijdprobleem. Dit is dus de opdracht voor 3000 gulden extra. Als jullie die halen, dan heb je dus 5000 gulden in totaal. Overgave aan de kat en de muis zagen vanaf de overkant hoe wij ons tenslotte overgaven aan de driekleur. In de klokkentoren zult u mijn pistool vinden, ondertekend een soldaat. Dus ik herhaal het nog even. De kat en de muis zagen vanaf de overkant hoe wij ons tenslotte overgaven aan de driekleur. In de klokkentoren zult u mijn pistool vinden, ondertekend een soldaat. Nou, zou dat daar in de buurt zijn of niet? Nee. Het is natuurlijk weer... Ja, ik heb hem. Wacht nou toch. Dus god, en het was me net opgevallen, hè, toen ik het hier... Lorelei Stad, Sint-Gorshausen aan de Rijn, aan de voet van de Lorelius, de Burgten Katz und Maus, ja. Wijnbergen, stop. Camping aan de Rijn. Wacht even, lees het voor. Eerst instructies aan Jan geven, want hij moet naar... Jan, je moet weer terug naar Sint-Gorshausen. Hallo Jan. Ja, we zijn er. Ben je alweer in de lucht? Nee, we staan nu op het moment van instap. Zeg maar wat we willen doen. Oké, naar boven toe. Ja. En dan ga je naar... Sint-Gwaar, Jan. Sint-Gwaar. En daar zijn twee kastelen, de Katz en de Maus. Fout, okay, het is Sint... Fout, Jan, ze maken een foutje. Het is Sint-Gwaarshausen. Ja, dat is aan de andere kant. Je moet naar Sint-Gwaarshausen. Je bedoelt Sint-Gwaarshausen? Ja. Aan de voet. Aan de rechterkant van de Rijn. Ja, aan de voet van de Lorelei. Tegenover Sint-Gwaar ligt een kat en Sint-Gwaarshausen. Wijnwagen kan. En hier zien wij de kat en dan zal er ook wel ergens de Maus zijn. Daar is de Maus, zie je dat? Ja. Dus daar moet dat zijn. Kun je nog even dat stukje voorlezen wat je nou net tevoorschijn getoverd hebt? Aan de voet van de Lorelei rots, de burchten, Katz en Maus. Dus die burchten liggen aan de voet van de Lorelei rots. Ja, precies. Dat dus is daar dus... zal je naartoe moeten. Maar wat is er dan verder over te melden? Verder niets. De kat en de muis zagen vanaf de overkant... Wacht even. De kat en de muis zagen vanaf de overkant... hoe wij ons tenslotte overgaven aan de driekleur. Met andere woorden, we moeten aan de overkant van de kat en de muis zijn. Ja, dus dat is dan ongeveer... zou er bijvoorbeeld tussenin kunnen zijn. Ja. Want dan kunnen ze zowel van hieruit als van daaruit hoe kijken. Hoe wij ons overgaven aan de driekleur... in de klokkentoren zult u mijn pistool vinden. Dus moet aan de overkant van de kat en de muis moet een kerk zijn. Hoe ver zit je, Jan? Wij hebben zojuist het kasteeltje achter ons gelaten. En hebben nu bijna over Wezel bereikt. Ja. En vandaar nog een minuut of drie, denk ik, dan zijn we in Sint-Gwaarshausen aangekomen. Ja. Ja, maar dat moet je niet zijn. We moeten aan de overkant ongeveer halverwege, lijkt mij, tussen die twee kastelen in zitten, Jan. Er zijn daar twee kastelen. Er zijn twee kastelen. Eentje ligt bij Sint-Gwaarshausen zelf. Ja. Dat is de Katz. En dan ligt daar iets noordelijker, ligt de Maus. En de opdracht zegt dus dat wij aan de overkant moeten zijn. Rens. Heb je dat begrepen? Ja, Tom, dat heb ik begrepen. En ja, daar moet iets met een klokkentoren zijn. Ja. Nou, laten we even Jan, je moet iets vinden met een klokkentoren, hè? Ja, dat is... Hier staat overgeven aan die driekleur. En wat had ik daar nou over gelezen toen net? Dat Napoleon... Ja, burgemeester van de Volksmitte zit van aan de Burg Katz is in de Burg. Johan van Wennenenenton. In de Palmen, dat vroeg naar de Maus. Maar zet je zijn... Nee, wordt niet zoveel gezegd. Verdomme. Ja, laten we zo'n fietsen pakken. Bepakken. En eventjes kijken. Dat is weer verbeterd in de Burg Maus. En de vond is in de Burg Katz. Die zuidelijk ligt. Recht tegenover. Hier, zoek even Sint-Gwaar op. Daar iets bij staat. Lijkt mij. Maar nee, als de overkant, kijk, hè? We moeten naar het dorp. We moeten naar het dorp. Dursbach. De Nassau moet daar liggen. Nee hoor, volgens mij niet. Wacht even. We praten over. Tegenover de Maus en de Katz. Daar moeten we dus zijn. Oh, ja. Dat betekent dat je in deze streek moet zijn. Dus moeten we daar iets op zoeken. Dus moeten we daar Nassau vinden. Want dat is de driekleur wordt erover gegeven. Oh, de driekleur Nassau. Ja. Dat kan natuurlijk andere driekleur zijn. Want ik heb hier de Franse driekleur waarover wordt gesproken. Of de Duitse hier. Rechts is er ook één. Ja, maar dat zijn niet de drie kleuren.
De kattenmuis zagen wij hoe het zult overgaan. Rien, heb jij enig idee hoe die kastelen eruit zien? Nee, nog niet. Nog niet. Maar dat ze niet echt de vorm hebben van een kat en een muis. Nou, dat zal zeker niet, maar bij St. Dwarshausen, ja, daar ligt de kat zelf. En dan moet je dus nog even doorvliegen en dan kom je terecht op het punt ongeveer tussenin. Ja. Dus laat ons eventjes in die gietjes kijken, want dan moet het staan. Die kleur, dat ja, nog één bochtje, nog één heuveltje en dan hebben wij St. Dwarshausen in zicht. De tijd is ja, 22 minuten en 25 seconden. Voor twee schatten. De Burcht Nassau, jongens, ik wil daar toch heen. Nou, waar ligt die dan? Ja, waar ligt nou, die? Ik heb hem hier, maar... Heb je een kaartje daarvan? Daar ligt een grote kaart. En hier staat hij daar grote... Ja, ik ben nu over die heuvel heen en ik zie inderdaad recht voor mij uit. Ja? Nee, dit is daar hier is een kasteel liggen. Ja, één grote toren, een beetje bouwvallig ziet dat eruit, tegen de heuvel aangeplakt. Oh, hier is het op, dus moet je tussen liggen. Maar hier zien we niks staan. Zeg Jan? Dus hier is, maar hier is wel wat recent. Heb jij op jouw kaart iets van andere kaart. Nassau? Een Burcht Nassau? Een Burcht Nassau? Ja, ik weet niet hoor, ik ben het daar niet zo mee eens. Nee, die kan ik zo snel niet op mijn kaart vinden. Ik vlieg nu boven dat kasteel. Het is een afgebrokkelde grote toren. Ja? En daarvoor zeg maar het woongedeelte. Er staan wat auto's geparkeerd. Ik zie een rood, gele en blauwe vlag. Ja. Die wappert. Je ziet een rood, gele en blauwe vlag. De wappert door de mevrouw die daar buiten staat. Ja, ik denk dat je toch bij die driekleur moet zijn. Dat is namelijk een heel belangrijk iets in deze teksten. Hoe wij ons overgaven aan de driekleur. In de klokkentoren kunt u mijn pistool vinden. Zie je daar een klokkentoren, Jan? Zie je een klokkentoren, Jan? Nee, niet wat als het zodanig uitziet. Wel aan de overkant. En dan staat je zelf. Ja, je moet toch bij een klokkentoren zijn. Wie zijn die wij? Hoe ik zie aan de overkant van de Rijn. Daar zie ik een heel bouwvallig torentje. Ja. Maar het is eigenlijk de ingang van een spoorlijn. Dus dat zal het ook niet zijn. Nee. Helemaal aan de overkant, ja. Recht tegenover is een heel aanvallig slot. Vrij groot, gelegen op een heuvel. Is dat wat? Zit daar een klokkentoren bij? Zit daar een klokkentoren op? Niet dat ik hier vandaan kan zien. En waar ben je nu, Jan? We hangen boven de Rijn. Ja, maar ben je bij St. Clair? Tussen de twee kastelen. Aan de linkerhand hebben wij St. Clair en de rechterhand St. Clairhausen. Nou. Hier, laten we eens even in dat boekje kijken naar St. Clair. Op dit slot wappert een driekleur. Rood, geel en zwart. Ja, rood, ja? Zwart, duizend rood en geel dus. Ja. 20 minuten en 7 seconden nog, Jan. Jan, klokkentoren, hè? Dat is het belangrijkste. Vierkante toren, daar wappert die klok op. Ja, en is, er hangt er ook klok in. En verder is het één groot bouwval. Allerlei muurtjes die nog overeind staan. Begroeid met bomen. Ja, ja, Jan. Jan beeldig. Maar ja, hangt er een klok in? Dat kan ik even daar niet zien. Oh. Dan gaan we dan heen. Ja. Dat kunnen wij proberen. Je wilt dat wij hier gaan landen? Nee, ik wil dat je toch even blijft vliegen op zoek naar die klokkentoren. En die moet... Ja. De kat en de muis zeggen we hoe wij... Er moet een driekleur zijn. Er moet een driekleur zijn aan de overkant van die kat en muis. En er moet ook een klokkentoren zijn. Dat zijn de drie gegevens die ik voor je heb. Nou, je bent in de buurt van die burgmuis en je bent in de buurt van die kat. Nou, aan de overkant daarvan moet een driekleur wapperen. Nou, daar zit je ook al in de buurt. Kijk, Jan is dus nu hier ongeveer. Ja. En hier zijn ongetwijfeld wat historische punten die niet van belang kunnen zijn. Oké, we kunnen proberen hier te landen. Ik zal proberen de helikopter hier ergens tussen een paar oude bevallige buren neer te zetten. Ja. Hier heb je ook geen idee. Kan ik even proberen wat mensen te vragen of zij er iets meer van weten? Ja, 18 minuten, 51 seconden. Jan. Ja. Dan moet je vragen of er ergens een pistool ooit is geweest in een klokkentoren. Nou, ja, dat hoeft natuurlijk niet, hè? Het kan er nu ingelicht zijn. Ja, maar misschien is dat toch weer een stuk historie wat erin zit. Nee, klokkentoren, hoor, dat vind ik het belangrijkste, maar dat zie je hier verdomme niet op. Wat heeft hij hier voor? Oké, wij zijn nu geland. We lopen nu het kasteel in. Ja. Vraag even of ze een klokkentoren hebben. Dan moet je toch naartoe. Nou, dat is natuurlijk halverwege die mouse en die kat, zit dat? Ja, hij moet. Verdwaal het toerist die nergens wat vanaf weet. Die is hier vochtig. Hij is nu dus bij Burg Rheinfels. Rheinfels, ja. Nou, laten we daar nou eens naar zoeken wat dat eventueel voor historie heeft. Want daar komt het nou helemaal vaak op neer.
Burg Rijnfels hebben wij hier in het kastelenboek. Jij zoekt die even. Romantische. Zijn hier aan de kant, zeg maar, die uitkijkt op de Rijn. Maar boven de grote muur. Hangt daar die driekleur? Ja, ik zie hier de Burg Rijnfels en die moet volgens mij een klokkentje. Nee, er hangt hier geen. Ja, op de toren recht boven mij. Ja. Daar hangt de driekleur. Ja. Zwart, rood en geel. En is dat een toren waar een klok hangt of een klok heeft gehangen? Dat kan ook natuurlijk. Dat is mogelijk. Dus ook hier is een trap. Ik kan hier de trap op gaan. Kijken. Ja. Waarbij die. Het is een heel smal, vochtig gangetje waar we nu in terecht komen. Ja. Ontzettend donker. Zie je daar een beschrijving van het kasteel staan? Nee. Zien we dat hier staan? We zijn hier in het binnenste een grote verlaten grot zoek van eventjes. Het kasteel. Met nog een trap die weer naar boven gaat. Ja. In de toren. Ja. Laatste trap alweer van de toren. Ik moet die toren indenken, jullie. Ja. Ik denk het wel. Kijk eens eventjes. Hier hebben we Burg Rijnfels. Ja, ja. Dat is erg. Ja, laten we dat. Hoog allemaal. Ja, daar heb ik het nou. Er zit een klokkentoren in die Rijnfels. Want vanaf de klokkentoren krijgt u de beste indruk van de omvang van dit eens zo kolossale fort. Ik zie hier iets van overblijfsel van de klokkentoren moet zijn. Ja, okay. Ik kan er wel in kijken, maar kan er niet bij komen. Er zit een groot metalen hek voor. Dus ik moet weer helemaal terug. Nou, tempo, jammer. Ik ga het vanaf de andere kant proberen. Wat is, snel. Wij denken tot het... Wat is de historie? Dat je aardig goed zit. Er is in die toren zitten volgens jullie. Ja. Vanaf de klokkentoren. Er moet een klokkentoren daar aan zitten. Want dat staat hier opgeschreven. Van die Burg Rijnfels. Waar je nu bent. Ik kom hier in de toren. Dan kan ik rechts en links. Jullie mogen het zeggen. Het ene leidt naar een deur. En de andere naar een expositieruimte. Nou, je moet dus naar de klokkentoren zelf. En daar moet een pistool hangen. Ja, daar kom ik zo weer. Dan moet ik weer terug naar de andere kant. Jij moet dus in de klokkentoren dat pistool proberen te vinden, want dat is de schat. Driekleur. Dan moet er toch iets staan. Staat er niet een historische beschrijving met een driekleur? Zometeen zitten we bij een verkeerd kasteel. Dat is ook niet leuk. Hier, dat heb je ook. Nee, dat is de klokkentoren. Lees dit nou eens rustig door om te kijken of er nu met de driekleur zitten. Heb ik nou nog wel tijd voor zich? Ja, maar zometeen zitten we bij het verkeerde. Het is nu 15 minuten en 15 seconden. Ja, Franse revolutietroepen, dus dat is toch een driekleur. Ook een Franse driekleur. Daar kom ik hier ook niet op. Nou, dan... Hey, heb je geen andere mogelijkheden? En je komt ook niemand Zie tegen. Jij... Jan, waar ben je nu? Ik probeer een ingang te vinden in die... Toren. Toren. Ja. Ik heb hier iets wat erop lijkt. 14 minuten 51 seconden, Jan. Nog twee schatten. Moet lukken, jongens. Ik ben bijna in de toren. Ja? Ik ben nu in die toren. Ja. En nou moet ik hebben... Pistool. Pistool. Paf. Paf, paf, poef. Ik zie hier namelijk... Kan je wat zien daar, Jan? Ik sta midden in een vierkante open toren met boven mij twee balken. Waar vroeger waarschijnlijk die klok aangehangen hebben. Ja, maar kan je wat... Een totaal lege vloer. En bovenop die balken of zo kun je daarbij? Daar moet ergens Dit is veel te hoog, daar kan ik niet bij komen. Heb je een licht daar? In de klokkentoren, zult u mij een pistool? Ja, door de spleet in de muren zo valt voldoende licht binnen. Dus moet het kunnen zien. Allee, 14 minuten, 1 seconde. Wat ben je nu aan het doen? Ik probeer iets te ontdekken, een spoor te ontdekken van het pistool, maar... Ben jij ik nu geen in... idee ben je waar het zou kunnen liggen in dat... In de klokkentoren staat hier. Het enige wat hier staat. Ben jij nu in de klokkentoren, Jan? Ik ben nu in de klokkentoren. Dat weet je zeker? Vierkant ruimte. Ja. Met allemaal stukjes stenen op de grond. En het is erg hoog, een meter of 40 hoog, schat ik. Ja, maar we willen dat pistool liever hebben. Hebben ze misschien een andere klokkentoren ook, waar nu tegenwoordig de klok hangt? 13 minuten 23 seconden. Het gaat hartstikke fout, zou ik je vertellen. Ja, hij zit... Ja, ik hoop, hij zit volgens mij bij het goede kasteel nou. Hij zit wel goed, maar er is geen pistool. Zijn er mensen om je heen, Jan? Is het... Ja, er zijn mensen om me heen. Ik heb... Zijn er meer klokkentorens daar? Jan de Vries? Ja, wacht even. Ik denk dat ik het heb. Ja, stop de tijd. Ik heb iets gevonden. Een
auto. Hé, wat gek. Net op het divertje. 12 minuut 59. Oh, is die geladen? Is die geladen? Precies. We hebben het. En waar lag die nou, Jan? Hij was onder een stuk steen blijven liggen. Een groot, het is allemaal opgebouwd uit leistenen hier. En onder het leistenen, daar lag hij helemaal verborgen. Dit is wat verroest. Ja, heb je dan ook... Middeleeuws pistool. Nou, dat is alvast 5000 gulden voor de beide kandidaten. Oh, mon dieu, maar nu de rest. 12 minuten 59 seconden hebben we nog. Oké. Dan gaan we nu even over naar Jeannette, die ongetwijfeld weer iets te melden heeft. Okay, jullie hebben het heel snel gevonden. Kat en muis, het was heel simpel. Het stond er. En de enige moeilijkheid was dus even Rijnvels. Maar dat bleek uit de tekst. Vanaf de overkant zagen wij dus... Ze zagen het bij, dus het was alleen maar Rijnvels. Hoe wij ons tenslotte overgaven aan de drie kleuren... en dat is dan niet de vlag die erop wappert... maar dat was de Franse vlag. Ja, bij zoals Wilma al zei. De tweede aanval op dit kasteel. Dat was het Franse revolutionaire leger. Daarvoor was het een aanval van Lodewijk. En die hebben ze keurig afgeslagen. Want deze burcht was een van de sterkste en de grootste die Duitsland kende. En na de laatste aanval in 1794... heeft deze vesting zich overgegeven, strijdloos, en is daarna tot ruïne vervallen. En deze burcht behoorde aan de graven van Katz en Ellenbogen, die ook de burcht Katz hadden. En de buurburcht van Katz was dus Maus, zoals deze spottend werd genoemd. Om geen tijd te verliezen, gauw over naar de derde opdracht. En veel succes. Ja, dankjewel. Jan de Vries, ik heb hier de derde opdracht al. Waar ben jij nu? Wij zijn bijna het kasteel weer uit, op weg naar de helikopter, Tom. Maar lees maar rustig voor, hè? Luister mee. Ja, maar de tijd gaat dan al in. Ja, nee, okay. Inderdaad. Ik wil me even heroriënteren, als het even kan. Even smokkelen dan. Zo, alles weer even een beetje... Goed, Jan, heb je je stopwatch klaar? Ja, wij zijn er klaar voor. Dan gaan we nu de tijd starten. Attentie, start. Oké, okay. Tom. Open dat ding, snel. Sneller. Open dat ding. Ja. Jan loopt nu naar de dingen toe. Dan komt hier de derde boodschap. Bovenop de ruziemuur die de vijandige broeders scheiden, zult u hun bogen vinden. Dus bovenop de ruziemuur die de vijandige broeders scheiden, zult u hun bogen vinden. Dat zal betekenen dat we dus nu bogen moeten vinden als schat. En dat gaat om 5000 gulden extra. Ja. Ellenbogen. Het is een van de sterkste bogen. Bovenop de ruziemuur die de vijandige broeders scheiden. Het moet dus een verhaal zijn van vijandige broers. Ja. Wie zouden dat kunnen zijn? Ik zit me hier het huppetje te zoeken. Wat zei je? Katzen? Ik heb hier iets staan met katzen Ellenbogen. Maar voordat ik je helemaal verkeerd stuur... Misschien heb ik nog meer bogen. De ruziemuur die de vijandige broeders scheiden. Katzen... Wilmar, heb je vast een opdracht voor ons? Kunnen wij opstijgen? Nou, stijg maar op, Jan. Ja. Dan proberen we je daarna even te leiden. Ja. Ik heb hier. Wacht even. Maar we varen nu langs tweelingplaatsje Karnbornhoven. Wacht even hoor, Jan. Ze heten Liebenstein en Sternenberg, ja, maar ze hebben een bijnaam. We blijven rondcirkelen. Ja, ze hebben Liebenstein, maar ze hebben een bijnaam. Ze worden de vijandige broeders genoemd. Een naam die eerst vreemd aandoet. Door een brug zijn verbonden en hetgeen die middelen op vijandschap hebben. Van dat beide dan hebben we. Ja, dat is duidelijk. Zodanig hebben we uit dat ze beide doen. In het kerkje van welk Bornhoven, kasteel is dat dan? De ruziemuur. Wacht even hoor. Dat bent een heel eind. Luister, je hebt Liebenstein en Sternenberg. En dat is op het tweelingplaatsje Kamp Bornhoven. Kijk eens even. Je moet naar boven, stroomafwaarts, Jan. Stroomafwaarts? Ja. Oké. Okay. Met een rotvaart en snij maar wat bochten af. Ja. Ja. En dan gaat hij... En je moet dan onmiddellijk... Hier moet Jan naartoe. Ja, je moet naar een brug die die twee kastelen verbindt. En dat is dus Boerig. Sternberg en Boerig Liebenstein. Hoe kom je daar nou? Oké, tot waar willen jullie dat wij stroomafwaarts gaan? Even voor Bornhoven. Ja. Bornhoven, ja. Ja. Dat heb ik op de kaart. Ja. Nou goed, vlieg daar maar naartoe. Daar zijn twee burchten, Jan. Iets ten zuiden van Bornhoven. Hoe kom je nou aan dit stukje? Ja, dat zoeken we op. Die is ook te gek, eigenlijk. Hier, ik heb namelijk dit. Hier heeft het over katsenellebogen. En toen dacht ik, elbogen, bogen. Waar had ik nou hier? Okay, in de burgkart en toen bogen. En toen zat ik hier gelijk met de vijandige broeders. Wacht even, bovenop de ruziemuur die de vijandige broeders scheiden, zult u hun bogen vinden. Zijn verbonden. Hetgeen niet onmiddellijk of fijn, maar van de beide. Katzen,
Ja. Nee, dat is een ruziemuur. Wat is dat dan? Ja, dat staat hierbij. Kijk. Naam de eerste en bij de burger door een brug zijn verbonden. Hetgeen niet onmiddellijk op vijandschap leidt, maar volgens de overlevering hadden de beide op deze burg te wonen door zijn heftige veten. En zouden ze om de hulp... Ja, maar waarom, dat is geen muur, dat is een brug. Ik weet niet of daar nog... Boer Sternberg. Ja, toch moeten we daar in de buurt zijn. Ja, dan moeten we zeker in de buurt zijn daar. Door een brug verbonden. En 9 minuten 32 seconden. Een muur die ze dan weer scheidt. Het zal erop spannen. Dat moet lukken, jongens. Dat moet lukken. Ja, als jij dat geeft. Je moet ook bovenop de ruziemuur die de vijandige broer scheidt. Zoek die ruziemuur dan op, want dus daar liggen die bogen. Jan, je moet dus op zoek naar bogen, dat weet je, hè? Naar bogen. Ja, dat zullen schietbogen zijn, van die pijlenbogen. Zo'n bogen, dat kunnen ook brugbogen zijn. Wat bedoel je van die architectuurbogen, noem je dat bouwbogen? Nee. Schietbogen? Nee. Daar denk ik niet aan. Ik denk aan inderdaad een voorwerp. Heb je nog een naam? Die graven van de katzenelmbogen waren even... Waar is dat andere boekje met dingen over Duitsland? En deze. Er staan er allerlei draden. Op welke stellen moeten daar liggen bij Bornhoven? Er moeten er twee liggen. En twee? Twee. Oké, wij zijn nu... Liebenstein en Sternberg. Ja, in de verte daar. Goed, daar ligt Bornhoven en daar zie ik ook de contouren van twee kastelen. Ja. Hebben we daar zo'n plaatje van? Sternberg en Liebenstein. En een muur. Ja, ik heb hem! Waar? Een strijdmouwen. Een ruziemuur. Burg Sternberg. Als Rijksburger bouwt hij oudere schildmauer gegen dat eenmalig een voorwerk Liebenstein heist in volksmond strijdmauer. Hoe ziet de strijdmauer eruit? Denk je dat wel, waar? Nou, dat is de Burg Sternberg. De buiten, die oudere schildmauer. Dus de buitenste muren van... Ik zie hier diverse muren. We hebben nog 7 minuten 50. Laten we vooral rustig blijven. Jan, je bent nu in Burg Sternberg. Ja. Ben je nu in Burg Sternberg? Nou, we vliegen nu om diverse muren heen waarop dat strijdmauer zingt. Ja, Jan, dat proberen we hier nu even naartoe te leiden. Waar ben je nu precies? Ik lig nu boven een grote middeleeuwse muur met kantelen en daarmidden in een deur. Vlak gelegen bij een wit. Ja, maar welk kasteel ben je in de buurt? Ja, dat kan ik zo niet zien. Er wappert een gele vlag op met een zwarte ster. Is dat het meest zuidwestelijke kasteel? Het zuidoostelijke kasteel of niet? Sorry? Je moet namelijk naar het verste kasteel. Die heb je een boog. Moet, ja, ik zie hier een muur. En daarop ligt ook een boog. Je hebt een boog? Ik vlieg er nu overheen. Zakken. Allee. Zakken. Oké. Snel. Kun je daar landen, Jan? Kan ze hier landen, ja. Kan je daar vlakbij landen? Oké, we gaan proberen neer te landen. Het is een beetje moeilijk, dus een klein binnenplaats. 7 minuten en een kans op 10.000 gulden voor jullie. Blijf er een probleem over. Hij moet hem eerst hebben. Hoe komen we zo meteen op die muur? Oh, je moet dus die strijdmouwen. Jongens, dit moet lukken. Ja, schiet dan op! Kun je niet aan die helikopter laten zakken? Je moet bovenop die strijdmuur terechtkomen. Je moet bovenop die... Ja, hij ziet die boog al liggen. Die is een meter of 20 hoog, schat ik. Dan riep hij. Wat voor bogen zijn het, Jan? 1 boog hangt daar. Nou, dat moet het. Dat moet de schat zijn. Pak dat ding dan. Kun je niet aan het touwtje het gewoon opswiepen? Oh. Nee, dat gaat nooit. Ik hang nu een beetje op de uitstekens van de muur. Ja? Ik probeer hoger te komen, maar hier houden ze een beetje op. Dus dat lukt me nooit. Zo, Jan, heb jij een... Jan, zie je boog of zie je ze niet? Okay. Ja, er ligt een boog op. Wil je daar vlakbij landen, Jan? Jan, heb jij een lier aan boord? Nee, we hebben geen touw aan boord. Nee, een lier vraag ik. Dan kun je zakken. Nee, we zijn die mensen. Misschien hebben ze een trap. Ja. Maar kun je zakken dan? Hadden ze aan treppen. Aan treppen. Nee. Kijk, ze hebben hier ook geen trap. Dan moet je klimmen, Jan. Dan moet je gewoon klimmen. Ja. Ik zou proberen me erop te laten zitten met de helikopter dan. Wacht nou even. Jan, kun je daar landen? Jan de Vries, kun je daar landen? Zorg het maar. Vijf minuten 37 voor 10.000 gulden. Oh. 5.000 gulden extra. Wacht maar. Hoeveel tijd hebben we nog? 5 minuten 29. Jan, we hebben het even niet. Ja. Verzorg het maar. We gaan even kijken of we er bovenop kunnen landen, omdat die me zo kan laten zakken. Ja. Ja, dat is wel het snelste natuurlijk. Jan, alsjeblieft. Kijk, als ik er zo af kan stappen, is het geen probleem. Bovenop die strijdmouwen bij de 5 minuten 11 nog. Je hangt er nu boven, Jan de Vries. Ja, ik hang er boven. Het probleem is een beetje met het landen dat er kantelen op zijn. Het is een soort
weggetje met de voorkant tegen. Het is een vrij brede muur. Vlak erg hoog. Zijn hier beide kantelen. Zijn een meter ervan af. En jij, kun je er niet uitspringen, Jan? Nee, dat gaat zo niet. Kun je niet uitspringen? Wel nog niet proberen. Jan, heb jij geen alternatief om even een eindje te lopen? De piloot zegt dat ik aan de landingsbeugels van de helikopter kan gaan hangen. Oké, okay, doe dat. Dat kunnen we proberen. 4 minuten 30. Hij is wel een beetje gevaarlijk, dus ik ben er al. We bidden voor je. Ik doe een schietgebedje, okay. Jan. Hè? Ik doe een schietgebedje. Ja, oké. Okay. Ik moet eventjes wat koptelefoons verwisselen, zodat ik in contact kan blijven met de piloot. Ja, dat kan ik even doen. Hoeveel tijd hebben we nog? Ja, 20. Oké, wat doen we, jongens? Ja, dat moet lukken. 18. Ik pak nu eventjes de koptelefoon van Jean-Rive af. Voor Jan, de piloot. Je hebt nog... Ah, je moet dit goed lukken. Oké. Okay. Snel, hey, Jan. De camera. Kruid. Oké. Okay. 4 minuten nog. 4 minuten. Ja, oké. Okay. D'accord. 3 okay. minuten, Jan. 3 minuten 50. Ja, ready. Oké. Okay. Over. Ja. Ja. Naar links. Naar links. Naar Jan, links. Valt niet in het water. Nog weer naar links. Hoor. Of op de grond. Ja, een beetje door. Maak, ja. Oké. Okay. Moment. Jullie, stop de tijd. Ik heb hem. Hij heeft hem. Zeg Jan, hoor je ons? Ja, ik hoor je weer. En ik heb hier nog een boog. Ja, je moet twee bogen. Ja, dat zijn er een paar. Ja, alle twee hebben ze. Heb je ze allemaal? Fantastisch. Ik heb ze allebei in mijn hand. Oh, Jan. Geweldig. Fantastisch. Jan, hartelijk bedankt. Jan, fantastisch. Groots. We gaan eerst even naar Jeanette luisteren. Oké, ondertussen probeer ik er weer af te komen. Ja. Jan, kom weer terug naar je helikopter, al is er geen vierde schat meer. Met de bogen. Ja. We hebben het bierkoud staan voor je. Fantastisch. Ontzettend goed, werkelijk. Ja, dit is ongelooflijk. Heerlijk. Goed, we gaan eerst even naar de informatie van Jeanette luisteren. Ja, nou, mijn felicitaties. Ik ben erg gelukkig dat jullie het zo snel hebben gevonden. Dankzij de uitvoerige documentatie die erover was. Ja. Sternberg en Liebenstein. De ruziemuur dus, die deze twee burchten van elkaar scheiden, was een 2,5 meter dikke schildmuur. En op het eerste gezicht leek het dus of inderdaad de verhoudingen niet zo erg best waren. Maar het was in feite om de verdediging van deze burchten te verhogen. En dan wat de bogen betreft. Die maken deel uit van een van deze legendes die deze broeders omgeven. Het verhaal gaat dat ze beide op jacht zouden gaan. En dat degene die het eerst wakker zou worden de andere zou wekken. Door middel van de pijl en de boog. En op het moment dat hij vanuit zijn venster met zijn pijl en boog schoot, deed de broer aan de andere kant in zijn kasteel het raam op dat moment open. En dat had dus droevige gevolgen. En verder lopen er legendes waarin allerlei schone dames een rol speelden, die hun gunsten gaven aan beide broeders. En vandaar dat daar dus een vete is ontstaan die de naam van vijandige broeders rechtvaardigt. Dan heb ik tenslotte, geloof ik, nog een kleine envelop. Ja, we hebben zeker de prijzenenvelop. Dit minst belangrijk is. Ongelofelijke prijzenbedragen. 10.000 guldens, jongens, met z'n tweeën. Netto, ieder 5.000 gulden. Oei. Het is ongelooflijk. Hier, je kunt dat, er staat er precies op hoe je het kan verkrijgen. Ja. Wat ga je daarmee doen, Wilmar? Nou, ik heb me net iets bedacht. Ja, ik denk dat ik ga leren hanggliden in Curaçao. Daar heb ik, dat kost ontzettend veel geld en dat vind ik zoiets. Wat is dat precies? Nou, dat is vleugels als het ware. En daar kom je in te hangen. En door de vaart van de wind, je moet natuurlijk wel thermiek hebben, maak je prachtige vluchten over, dus op eigen beweging, zonder motor. Ja. Maak je prachtige vluchten met de thermiek mee over eilanden in de buurt van Curaçao. Je gaat allemaal niet zo hoog, maar op eigen beweging te kunnen vliegen. Jan de Vries even een beetje nadoen. Oh, super. Ja, inderdaad. En jij, Rien? Zeilgorderobetje, hè? Ik denk dat het wel een nieuwe spinhaker wordt. Voor jezelf? Voor je. Boot. Ja, minstens. Ik hoop dat ik genoeg heb, maar maak me een kleine. Denk het wel, 5.000 gulden kun je veel meer doen. Okay. Dames en heren, dit was dan weer het eind van ons spannende programma Op Jacht naar de Schat. Over 4 weken ziet u een volgende aflevering van dit programma. Dank u wel.